Ja, Thomas de Zeeuw, jij bent e-sporter bij Sparta. Ja, het zijn rare tijden. Ja. Hoe beleef jij dat? Ja, het zijn inderdaad rare tijden. Mijn uren die ik maak bij Sparta zijn wat minder. Evenementen zijn ook allemaal afgelast. Alleen ja, het spel FIFA blijft online een online game. Dus mooi dat we dat kunnen doen en kunnen blijven doen. De Eredivisie is momenteel afgelast, daar wordt niet gevoetbald. Hoe zit dat in jullie Eredivisie, in de I-divisie? Ja, in onze I-divisie is ook alles afgelast. Want ja, daar komen we toch te dicht bij elkaar en met een grote groep mensen. Dus dat is ook allemaal afgelast en ja, we zijn in afwachting van de rest eigenlijk. Ja, waren daar geen opties om er toch voor te zorgen dat die door kon gaan? Want ik kan me voorstellen dat er in deze tijd op dit moment behoefte is aan voetbal. Maakt niet uit hoe, al is het online. Ja, de wedstrijden moeten sowieso één op één gespeeld worden bij elkaar. En je kan niet thuis zitten en dan de competitie door laten gaan. Dat is niet eerlijk en dan kunnen andere mensen kunnen gaan spelen. Dus je weet het niet. Dus ja, we zijn nog steeds in afwachting van. En zelf speel je wel online thuis, maar dan tegen mensen wereldwijd. Ja, want er is nu een initiatief wereldwijd. Ja. Kan je uitleggen wat het behelst? Ja, Leeds and Orient uit Engeland, een profclub. Die heeft de Ultimate Karan Team Cup opgericht. En dat zorgt ervoor dat wij allemaal veilig thuis moeten blijven of op de club. En spelen een online toernooi tegen alle andere profclubs. Alle andere profclubs, dus alle teams in Nederland doen daar ook aan mee? Ja, de meeste teams doen daar mee. Zover ik weet, VVV, ADO, AZ, nou, wij Sparta, Feyenoord, die doen ook allemaal mee. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Ja, en in de tweede ronde direct een Rotterdamse derby, Feyenoord tegen Sparta. Zometeen die wedstrijd, ja, hoe moet je dat zien? Ja, nou, we hebben sowieso de eerste ronde tegen Brighton gehad, daar hebben we 2-0 gewonnen. En nu spelen we dus gelijk tweede ronde tegen Feyenoord. Uit de 63 ploegen loten we Feyenoord gelijk, dus dat is wel mooi. In de I-divisie hebben wij 1 keer gewonnen en Feyenoord 1 keer gewonnen van elkaar. Dus ja, het is nu eigenlijk beslissende potje eigenlijk. Hoe kan je je voorbereiden op zo'n wedstrijd? Ja, je kan je sowieso voorbereiden door je verplichtingen thuis te doen. De weekendcompetitie spelen zijn 30 potten. Nou, die hebben we dus allemaal gespeeld. En dit weekend heb ik 29 van 30 potten gewonnen. Vorig of de weekend ervoor 30 van 30. Dus het gaat goed. Ik bereid me goed voor. En gewoon tegen vrienden blijven spelen op niveau. En ja, dan zijn we er klaar voor. Is het ook wel zo dat bepaalde tegenstanders, bepaalde spelers hier juist niet of wel liggen? Omdat ze bij wijze van spreken een wat meer verdedigende speelstijl hebben. Hoe ga je daarmee om? Ja, in de I-divisie zijn wij als Sparta zijn meestal wat verdedigend. Want er zijn natuurlijk andere toppers die de favoriet zijn. Dus wij proberen altijd de underdog te zijn. Maar nu met zo'n toernooi speel je juist gewoon met je eigen team, met Sparta. Ook met de Sparta-spelers. Dus je kan lekker vrijheid spelen. En misschien kunnen de spelers van Sparta wel wat wonderen verrichten zometeen. Die wonderen werden in ieder geval niet verricht door Thomas de Zeeuw. Want Sparta verloor van Feyenoord met 1-0 door een doelpunt van Nicolai Jurgensen. Waardoor Feyenoord door is naar de laatste 32 in deze e-sport cup. En Sparta is uitgeschakeld. Ja, de wedstrijd tegen Feyenoord. 1-0 verloren. Wat voor wedstrijd was het? Het was een moeizame wedstrijd. Ja, Jimmy komt al vroeg op 1-0. En dan moet ik komen. Alleen... ik kwam maar niet, hij lukte me niet en hij heeft goed verdedigd, dus in ieder geval de felicitaties naar Feyenoord toe. Ja, ik hoorde je tijdens de wedstrijd dat je toch wel een beetje irriteerde aan zijn speelstijl. Kijk, wij doen bij de I-divisie doen wij ook ongeveer zo spelen. Dus we laten de tegenpartijen aan de bal en wij kijken maar wat wij ermee kunnen doen daarna. En nu was het andersom, hij kwam heel snel op 1-0, dus ja, dan moest ik komen en had ik heel vaak de bal. Alleen met de gameplay die wij nu moesten spelen, deden we dat 85 algemeen. Dan is iedereen gelijk aan elkaar. Dat is ook eerlijk voor de profvoetballers bijvoorbeeld. En dan is het gewoon heel moeilijk om dan doorheen te komen. Vooral omdat het dan zo traag gaat. Dat voor hem dus tevens ook. En nou, voor mij lukt het dus niet, helaas. Ja. Al heel snel een doelpunt van Nicolai Jurgensen. Wat ging er mis bij jouw verdedigers? Ja, wat ging er mis? Ik had hem goed staan in ieder geval. Hij ging van de linkerkant naar de rechterkant, verplaatste hij met de bal. Jurgensen kwam vanuit het middenveld, kwam die vrij lopen en ik zag hem al aankomen. Ik wilde ook schakelen naar mijn andere centrale verdediger. Alleen Bart Vries liet zijn mannetje lopen en Jurgensen scoorde. Ja, mooi doelpunt. Ja. Als ik jouw opstelling zie, dan lijkt hij eigenlijk heel veel op de opstelling die Henk Vrezer toch wel vaak heeft. Wel wat verrassingen. Pirou speelt bij jou in de basis. Geen Haroui. Waarom die keuzes? De keuzes, dat is wellicht altijd anders op FIFA. Want dan kijk je naar degene die sneller is of die beter kan schieten. Ik wil nu gewoon twee snelle gasten aan de zijkant hebben. Daar heb ik Ach en Joosten neergezet. Dat werkte in zijn voordeel bij of tegen Brighton.
En nu wil ik dat ook tegen Feyenoord gaan proberen. Alleen helaas lukt dat niet. En Peru die zet ik voorin omdat hij toch iets meer kon doen met zijn wat slechtere benen dan Agge. Ja. De wedstrijd werd goed bekeken. Hè? Ik zag rond de 600-700 mensen die live de wedstrijd hebben bekeken. Volgens mij is dat een hoog aantal. Dat is een hoog aantal, ja, dat klopt. Dus ik bedank hier voor iedereen die is geweest kijken. Dat was wel leuk. Feyenoord had voor mij iets van 2900. Dus de wedstrijd is goed bekeken, dat is leuk. En wij doen het ook voor dit soort dingen. Want dan kunnen mensen gewoon lekker veilig thuis blijven, kunnen gaan kijken. En dat is ook goed voor de kinderen. Ja, want de hoge aantallen van de mensen die dus live naar jullie wedstrijden kijken, dat heeft toch dus echt met die coronacrisis te maken en het feit dat mensen op dit moment weinig voetbal kunnen zien. Ja, precies. Wij willen ze ook kunnen vermaken. En dat heeft Lied en Orient goed voor elkaar. Die heeft een leuk toernooi georganiseerd. En je ziet het, die kijkcijfers die zijn enorm bij elke club. Dus die mensen kunnen lekker gaan kijken thuis. En je hoeft niet naar buiten te gaan. Ja. Is de teleurstelling groot dat je uitgeschakeld bent in deze cup? Teleurstelling. Kijk, je bent niet van de mat afgespeeld. Het was een beetje een 50-50 wedstrijd. Dus de teleurstelling is er wel een beetje. Maar al met al was meedoen belangrijker dan winnen. Vooral omdat je ging het doen voor de kinderen die thuis bleven. Dus je wilde het eigenlijk vermaken en dat hebben we dus gedaan. Ja. Had je ook een beetje het derbygevoel? Je weet, Sparta Feyenoord ligt altijd gevoelig. Is dat ook onder e-sporters? Nou, bij mij ligt het wel gevoelig. Ja, ik ben een kind van de club. Dus ik kom hier al jaren met een seizoenskaart. En helaas ging de wedstrijd dus niet door van Sparta Feyenoord op het veld. Derbygevoel die is er sowieso. Die is ook tussen mij en Jimmy. Dat weet hij zelf ook. We hebben soms een beetje onderlinge nijd. Maar al met al, hij heeft goed gespeeld. En we zijn geen vijanden, gewoon vrienden. Ja, je komt hem ook in de competitie straks. Wanneer die wordt hervat? Ja. Want die ligt ook op een gegeven moment nu stil vanwege de coronacrisis. Kom je hem ook wel weer tegen? Dan kom ik hem zeker tegen. Dan doe ik hem nog even feliciteren. En dan mag je de hand wel schudden.